hebben een aantal onderwerpen voor u uitgezocht. En als laatste heb ik ook een vraagteken in beeld straks waar we op kunnen komen. Het leek me ook leuk als u de kans kreeg nog voor de borrel om die brandende vraag te stellen. Aan het panel, hè? Niks aan mij, alles op het panel vanaf dit moment. Als eerste, even heel kort. Een van de zaken die deze drie panelleden gemeen hebben, is ze hebben alle drie een universitaire opleiding. Is hoog opgeleid. En de vraag is natuurlijk, wat hebben jullie daar nu aan gehad? Gewoon puur uit persoonlijk interesse. Ik spendeer vrij veel tijd in het opleiden van mensen. En ik ben altijd benieuwd of je anno 2011 in de vastgoedmarkt daar nu baat van hebt. Kunnen jullie me daarvan overtuigen? Koert, laten we met jou beginnen. En je moet op het knopje drukken, heb ik gehoord. Dus één knopje. Ja. Nou, laat ik vooropstellen dat ik in ieder geval een hoop lol heb gehad in mijn studie. En dat was niet onbelangrijk. Ja, ik heb er wel degelijk een hoop aan gehad. Projectontwikkelen is een vak waar heel veel disciplines samenkomen. En je schiet of vanuit techniek in en nou, je schoot vanuit financiën in. En een beetje kunnen rekenen, dat hielp wel. Laat ik dat vooropstellen. Wat je natuurlijk ziet is dat de afgelopen jaren er een hele sterke professionalisering is geweest. En dat het kunnen begrijpen ook van bedrijven waar zij mee zaten met hun boekhoudkundige onderdelen, banken, hoe die dachten. Maar ook hoe je toch vaak ongestructureerde problemen structuur kon geven. Daarmee helpt het als je een opleiding hebt gehad die je dat ook heeft geleerd. Of ik mij nou nog enorm druk maak op het ogenblik over optietheorieën of dat soort zaken waar ik tot uit de treuren mee onderwezen ben, dat is even een tweede. Maar het basisdenkniveau is er wel eentje die zeker helpt. En zeker in een markt waar het complexer en ingewikkelder wordt en die ook meer vraagt om analyse en om visie, is het iets waar ik in ieder geval een hoop lol van heb. Oké. Monique, heb jij veel lol gehad van je opleiding nog, denk je? Ja, zeker wel. En ik heb ook wel heel veel plezier gehad. Maar ik sluit me dus ook wel aan bij Koert. Maar ik denk tegelijkertijd dat ja, inderdaad, opleidingen tegenwoordig is het onontbeerlijk. Het is een soort basisvereiste. En ook bij ons in het bedrijf zie je heb je de laatste 20 jaar al, denk ik, een enorme professionalisering gezien. Tegelijkertijd is het, als je te veel vertrouwt op kennis, creëer je ook een soort van eenheidsworst. Want uiteindelijk heeft iedereen tegenwoordig gestudeerd. En als mensen maar te veel vertrouwen op wat ze ooit in die boeken hebben geleerd, ja, dan wordt de wereld volgens mij niet veel beter. En dus ja, belangrijk, basisvereisten. Maar tegelijkertijd denk ik dat het toch echt gaat om een gezond gochme, een onderbuikgevoel. Durven vertrouwen op je onderbuikgevoel. En ja, vanuit dat soort basisprincipes, zeker die daarnaast te zetten, gewoon daadwerkelijk beslissingen nemen. Hm. Bas, denk je nog wel eens terug aan je tijd in Rotterdam? Ja, voor zover ik me kan herinneren wel. Oké. Niet omdat het zo lang geleden is, maar omdat de studententijd inderdaad ook volgens mij vooral een tijd is van persoonlijke ontplooiing. En toen 10 jaar geleden Property NL werd opgericht, denk ik dat ik gewoon in de kroeg stond of iets anders. Maar het heeft zeker ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Nou, dat wordt door critici ook wel eens omschreven als een cursus, daar zal ik ook eerlijk in zijn. Maar de vele facetten die eraan bod komen, dat is natuurlijk ook iets wat we in het vastgoed zien. Dat je veel verschillende expertises moet hebben. Je moet gevoel hebben met klanten, je komt met technische zaken in aanraking, met financiële zaken. Dus wat dat betreft is dat een goede basis om om verder te borduren en je ook later te specialiseren in met name de dingen waar je veel te maken mee hebt. Nou, dan kun je denken aan MRE of MSRE-opleidingen. Mm. Maar ook, denk ik, juist in dingen die niet direct in je vakgebied liggen. Om jezelf fris te houden en ook open te staan voor andere dingen in een wereld die vrij in zichzelf gekeerd is, zoals de vastgoedmarkt, denk ik. Oké. Juist, we gaan terug naar de animatie. Ik loop even naar de Paul Witteman stoel, want je zit er naar mij op te kijken. En dat ben ik helemaal niet gewend in mijn leven. Dus ik ga even daar zitten. Dat moet geen probleem zijn. Dat maakt het iets knusser. We zitten een beetje als een soort CDA-landdag op dit moment naast elkaar. Maar we maken er het gezelligst van. Ander onderwerpje. Kijk, het is opgeleid zijn. Dat is natuurlijk mooi. Wat ik bedoelde met successen kent vele vader is dat ik het zelf altijd leuk vind als toeschouwer om mensen te praten over pijnlijke ervaringen. Daar leer je toch volgens mij heel veel van. Kijk, succes is prachtig. Daar maak je brochures van. En daar kan je heel trots over praten. Maar ja, wat heb je nou geleerd? En dat kan ook harde lessen zijn. Wil je dat ook met ons delen? Of is tot nu toe alles goed gegaan in de afgelopen jaren bij jullie? Zullen we de volgorde wisselen? Heel stil, jubileus. Ja, precies. Sterker nog, ik kan er denk ik wel wat over zeggen. Ik denk dat ik heb geleerd dat 70% van mijn werk voor de prullenbak is geweest.
En dat heb ik op een gegeven moment echt heel, heb ik een tijdje heel erg vervelend gevonden. Want natuurlijk, het is niet leuk. Maar inmiddels heb ik dat leren accepteren. En ik denk zeker het commerciële deel van onze branche zou daar misschien wat meer voorbeeld aan moeten nemen. Niet, je moet het gewoon proberen, keer op keer plannen maken, je verlies durven nemen. En ja, dat is natuurlijk niet altijd makkelijk. De eerste paar keer wordt het, is het een pijnlijke les. En later ga je daar wat flexibeler in opstellen. En volgens mij is dat ook een belangrijke manier om elke keer creatief te blijven. En op zoek te blijven naar, gaan naar nieuwe oplossingen. Maar denk je dat het idee is dat je na verloop van tijd van die 70 naar 60 naar 50 moet gaan? Of dat je gewoon bereid moet zijn om af en toe gewoon mis te hebben? Ja, mis te hebben. Gewoon proberen. Kijken wat eruit komt. Het nog een keer opnieuw proberen. Het heeft ook te maken met gewoon simpelweg een huurder vinden. Stel je daar iets bij voor. Natuurlijk lukt het niet elke keer. Zeker niet als je het probeert te overtuigen op basis van kwaliteit. En niet alleen maar de scherpste prijs in de strijd wil gooien zoals wij dat doen. Ja, dan zul je meer moeten over de bühne moeten zien te krijgen. En dat is niet elke keer geschoten. Soms geschoten is... is soms mis, maar ja, je snapt wat ik bedoel te zeggen. Ja, zeker. Ik denk nog even op wat jij net zei, dat het, als je het over lessons learned hebt en je kijkt naar de afgelopen 10 jaar en iedereen is natuurlijk ook weer, kijkt er weer uit naar de, is gekomen nu uit de crisis of komen in de volgende crisis, een van de dingen die in ieder geval in mijn zeer korte carrière probeer als les mee te nemen. En daar doelde Monique net ook al even op. Het onderbuikgevoel. Dat is dat als je om je heen keek in 2006, 2007, toen ik net actief was in het vastgoed, dat je ziet de yields komen naar beneden. Alle grafieken die je voorgeschoteld krijgt van marktrapporten gaan omhoog. Ik hoorde van beleggers die voor 2,5%, 3% kantoren kochten in het centrum van Madrid. En ergens had ik wel zo'n gevoel van hoe verdienen die mensen nou eigenlijk geld, maar iedereen zegt dat het helemaal top is, dus ik zal het nog wel leren. En ik denk dat het een gevoel is zonder dat dat wel meer leeft bij mensen. Dat achteraf het heel makkelijk is om een crisis te zien aankomen. Maar ik heb wel mezelf voorgenomen om in ieder geval op het moment dat je de ratio zelf niet meer ziet of het gevoel niet meer goed is. Dat je daar misschien meer zou moeten luisteren in plaats van met z'n allen achter je eigen staart aan hollen. Dus ook af en toe wat meer durven twijfelen. Ja, en domme vragen bestaan sowieso niet. Nee, dat klopt. En bijna geen domme antwoorden, hopelijk. Maar ik denk wel dat dat wel iets wat ik meeneem. En ik zal zeker niet de volgende crisis zien aankomen. Maar misschien dat je iets eerder al op je kievive bent. Goed, heb je nog een blooper die je met ons wilt delen? Nou, ik heb er heel veel eigenlijk. Dus dat is het aardige is van de crisis dat het wat makkelijker wordt om daar dingen over te vertellen. En dat in plaats... Ik herinner me nog een van de laatste meetings waar ik was. Daar kon ik ineens gaan praten over wat mijn jongste zoontje deed, in plaats dat ik moest meepochen over de volgende grote deal die we dan gingen doen. En eigenlijk is dat wel heel aardig. Iedereen heeft hier last van. Ook wij. En ook ik heb me natuurlijk op een aantal punten best volgegeten. En zit nu met een aantal dingen dat die olifant ook bij mij ligt. En dat ik denk, ja, kan hem wel opeten, maar het moet wel in plakjes. Dus, en dat zijn lessen, die neem je. Ja, dat zijn de betere metaforen. Ik zit helemaal, hoe je dat doet, maar... Het aardige is, door dat te delen en open te zijn over een aantal dingen, creëer je zelflerend vermogen en creëer je ook een stukje reflectie erin. En ik denk dat dat iets is wat misschien wel een beetje ontbroken heeft. We zijn allemaal meegegaan, iedereen moest groter en meer en meer. En ik deed daar ook vrolijk aan mee. En ik probeer in ieder geval nu iets meer te kijken naar van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen. Heb ik er lol in? Heel erg belangrijk. En wat is de echte toegevoegde waarde van wat we aan het doen zijn? Anders dan alleen maar een IRR'tje onder de streep. Ja. Nou, gaan we eens even kijken naar het volgende onderwerp. Mag ik mijn eigen sheets weer terug? Oh ja, kijk, daar gaan we. We hebben nog een aantal dingetjes te bespreken. Dit zou natuurlijk heel snel kunnen staan voor duurzaamheid in de klassieke zin. En daar kunnen we over praten, schamper doen. Dan blijft dat nou? Of is dat iets tijdelijks? Je kunt het ook wat breder trekken, want je zou kunnen afvragen, zijn we de afgelopen jaren in heel veel zinnen wel duurzaam geweest? En ik proef nu al een klein beetje het antwoord nee tussen de lijnen. Toen ik las over jullie, las ik bijvoorbeeld ook dat bijvoorbeeld Monique al eens bijvoorbeeld aangaf over incentives. Dat zijn ook zaken om jezelf een klein beetje voor de gek te houden. En dat doen we misschien iets te vaak. Dat is nog niet echt duurzaam aan iets bouwen. Nou weet ik dat Koert
altijd zich profileert als de meest duurzame ontwikkeling binnen het bedrijf. Roep ik dat? Ja, dat als ik de interviews lees, word jij bijna gezien als Mr. Green. Nou, dat is wat pretentieus. Dus jij mag als eerste aftrappen. Hoe zie jij duurzaamheid? Is het een onderwerp waar je zegt, van, nou, dat is iets van de laatste jaren en heel belangrijk. Het gaat niet meer weg, maar het verdwijnt wel naar de achtergrond op het normaal. Of denk je dat dit nog veel radicaler zal moeten worden? Want jullie doen zelfs cradle to cradle. En voor de liefhebbers een extreme vorm. Ja, nee, dat is een redelijk extreme vorm waar je ook een redelijk extreme leercurve door moet gaan. En ook een stukje nederigheid moet betrachten. Omdat een aantal dingen je ook gewoon misschien wel zou willen, maar nog niet gelijk kunnen. Ik vind duurzaamheid is iets wat in heel veel facetten zit. Je kan natuurlijk praten over energiebesparing en je kan praten over BIM indices. Maar je kan op dezelfde manier zeggen dat dat het Colosseum misschien wel een heel erg duurzaam gebouw was. Omdat het er vandaag nog steeds staat. En het vandaag nog steeds mensen trekt en vandaag nog steeds mensen fascineert. Dus ik denk dat je moet kijken naar de bestendigheid van een ontwikkeling. Want een vastgoedontwikkeling, die doen we niet voor 5 jaar of voor 10 jaar. Maar eigenlijk doen we die veel langer. En als je praat over lessons learned, dan ben ik wel eens met jouw stelling. Dat je misschien eigenlijk nog wel even de grotere context moet zien. En misschien eigenlijk terug moet gaan naar ons echte verleden. Ik vind binnensteden van Nederlandse steden, of überhaupt steden, vind ik de meest interessante steden daar waar we het minst aan gesleuteld hebben de afgelopen 50 jaar. Namelijk waar die historische binnensteden nog steeds zijn. En waarin decennia laagje na laagje geleidelijk opgebouwd is langs hele natuurlijke lijnen. En vaak zijn dat nog steeds de meest interessante steden. En die plekken waar we als gevolg van de economische groei van de afgelopen 100 jaar natuurlijk ineens ontwikkelingen gingen doen die in de eeuwen daarvoor misschien wel 100 jaar duurden, die protten we nu ineens in 5 jaar. Ja, dan is het ook niet zo gek dat er natuurlijk af en toe wat fouten zijn gemaakt. Dus ik vind duurzaamheid ook een thema waarbij je uitkijkt naar de relatie met de omgeving, naar de functie, maar dat je ook heel goed kijkt, wat is de context waarin ik het doe. En dat je daarin dan energiebesparing toepast, dat je gaat kijken naar ook materialen. Er zit ook een onderdeel, en dat vind ik cradle to cradle een heel aardig onderdeel daarvan. Een van de onderdelen is, we maken onze gebouwen steeds zuiniger, we maken ze dichter. En als je kijkt naar de lijnen tussen energiebesparing aan de ene kant en aan de andere kant de toename aan astma en allergieën die ontstaan als gevolg van die gebouwen die niet ventileren en circuleren. Simpelweg omdat materialen uitwasen en uithangen. Ik vind dat je veel meer, als je kijkt naar de lange termijn, moet denken, ik bouw iets, maar wat doet het voor volgende generaties? En dat is een ontzettend moeilijk iets. Want ik heb ook niet de wijsheid in pacht. En je wordt wel door ons economisch model gedwongen natuurlijk om een aantal dingen te gaan doen die je vandaag doet, maar die wel impact hebben op langere termijn. En die ontwikkelingen zijn redelijk kort. Dus ik denk dat we terug moeten en dat we heel goed moeten nadenken naar een stuk visie. En dat die visie over een langere termijn uitgesmeerd zou moeten worden. En als je een visie hebt over een gebied, over een stad, over een functie, dat je aan de hand daarvan keuzes maakt en doorontwikkelt. Maar het begint wel met die lange termijn visie. En te vaak zie ik stimuli ontstaan om dingen op redelijk korte termijn te doen. En ik ren er zelf net zo goed achteraan, want aan de andere kant heb ik ook mijn mensen te betalen aan het eind van de maand. Dus dat zijn dingen waarbij je bij een evenwicht probeert te vinden. En de kunst is, naar mijn idee, om niet zozeer te zeggen, goh, ik ben het duurzaamst. Ik ben niet het duurzaamst. Ik word graag geïnspireerd door visies en door goede ideeën van anderen om dat ook toe te passen en dat met elkaar te doen. Dus ik denk juist dat je moet delen en dingen met elkaar moet doen en moet kijken en leren van anderen om die lange termijn visie te pakken, verbindingen aan te gaan met elkaar en verbindingen ook weer met onszelf en onze omgeving aan te gaan om uiteindelijk iets neer te zetten waar we niet over 10 jaar zeggen van, goh, hadden we misschien toch niet moeten doen. Dat was een zeer lang antwoord, maar wel goed. Wel heel lang, ja. Maar goed, ik had ook het kunnen onderbreken natuurlijk, maar het was goed. Monique, ik zat een verbinding met de binnenstedelijkheid. Daar hebben jullie volgens mij ook een affiniteit van. Is dat ook een klein beetje hoe jullie bijvoorbeeld aan duurzaamheid denken? Ja, nou, ik heb inderdaad, kijk, duurzaamheid is inderdaad precies wat Koert zegt. Het is de context waarbinnen je dat bekijkt. En wij bij ons bedrijf bekijken het veel meer vanuit het bedrijfsmodel waarbinnen wij werken. Ik weet niet of voor iedereen duidelijk is dat wij, behalve ontwikkelaar, met name ook belegger zijn. Wij ontwikkelen voor onze eigen beleggingsportefeuille. Daarmee is duurzaamheid niet iets, een nieuwe ambitie. Daarmee is duurzaamheid altijd al ingebakken geweest in wat wij doen. Omdat wij
gebouw ontwikkeld hebben, deels door onze grootvader, die wij vandaag de dag nog steeds beheren. En diezelfde ambitie hebben wij met alles wat wij op dit moment op de tekentafel hebben liggen. Daarmee maak je dat soort gebouwen waar Koert aan refereert als zijnde een colosseum inderdaad. Een gebouw waar wij hopen over vele jaren nog steeds huurders voor te vinden, zowel woningen als kantoren. Daarop doorbordurend, uiteraard maken wij die duurzame gebouwen met al die systemen die daarvoor vandaag de dag van toepassing zijn. Maar belangrijker nog, kiezen wij inderdaad locaties waarvan wij het gevoel hebben dat die ook op de lange termijn nog rechtvaardigen, dat je daar flink in investeert nu. En dan kom je automatisch steeds vaker gelukkig op die binnenstedelijke plekken terecht. Omdat je daar het goede gevoel kunt hebben over een waardegroei ook op de lange termijn. Dat het zich rechtvaardigt dat wij die investeringen nu doen, die we waarschijnlijk in het begin niet terugverdiend krijgen, vanuit de markteconomie kijkend voor wat de waarde met zich meebrengt, maar wel op lange termijn terugverdienen met een gestage waardegroei voor de locatie. En het... En uiteraard ook het feit dat je nu investeert met de bedoeling later minder te hoeven investeren, omdat wij dan nog steeds dat gebouw hebben. Een gebouw, het is vaker gezegd, maar met vele kolommen nu. De eerste huurder ziet dat niet, al die kolommen, en die is blij met het gebouw. Maar als die huurder na 10 jaar vertrokken is, dan zijn al die kolommen in dat gebouw meestal wel een probleem met de volgende verhuur. Wij maken dus geen gebouwen met vele kolommen. Dat zal je duidelijk zijn. Dus binnenstedelijk, maar belangrijker nog het beleggingsperspectief mee laten draaien op je ontwikkeltafel. Dat is denk ik wat wij verstaan onder echte duurzaamheid. Is dat heel erg anders voor jullie, Bas? Want kort kan ik waarover zeggen dat volgens mij wat er ook uit blijkt, dat je een duidelijke scheiding moet hebben tussen wat is duurzaam en wat is groen. Groen is iets wat iedereen wil en wat al gebeurt omdat er technologische vooruitgang is en dat er wetgeving voor is. Net zoals met auto's, keurmerken. Maar een weggooiproduct langs de snelweg met allemaal zonnepanelen erop, waar over 10 jaar niemand meer wil zitten, is minder duurzaam dan een Duits winkelpand met een olietank in de kelder, wat er al 200 jaar staat. Dus dat sluit denk ik redelijk aan met wat er gezegd wordt. Ja. Heel helder. De mix van wonen, werken in de binnenstad en winkelen. Natuurlijk moet je een visie hebben, maar niemand heeft een glazen bol, dat is wel gebleken. Want Coat & Bee had het misschien nog wel het best voor elkaar, want die zagen wel dat het niet moest gebeuren, dat er al die parkjes werden neergezet. Maar het gaat erom dat je flexibel bent en dat die golven van wonen, werken en behoeften op bepaalde plekken elkaar kunnen vervangen door transformatie, maar ook gebouwen zo te gebruiken dat je ze ook kan veranderen. Het gevoel dat het goed gaat, maar we gaan natuurlijk wel heel hard door de tijd. En ik zie een klok hangen nu opeens. Ja, klopt nog heel aardig. We gaan gewoon verder. Hup, van één plaatje naar het volgende. Verandering. Het is altijd heel aardig om, als we naar de toekomst kijken, na te gaan denken, wat gaat er veranderen? Dat kunnen van allerlei dingen zijn. Hè? We hebben heel veel gesproken over dat de markt is veranderd, als het ons overkomen is, of we er geen deel van uitmaken. En er is al gesproken over een olifant hier ergens in de zaal. En dat zijn allemaal veranderingen, want die olifant stond er blijkbaar 5 jaar geleden nog helemaal niet. Ja, die is net binnengeslopen, heel subtiel, niemand gemerkt. Maar er zijn ook dingen als regeltjes. Hè. Ik ben zelf niet zo heel erg kapot van regeltjes. En de meeste mensen zijn niet zo kapot van regels. Maar we hebben IFRS, Basel 2, Solvency 2. We hebben IFRS Lease Accounting bijvoorbeeld. En dan die duurzaamheidsregels. Maken jullie zich zorgen over verandering? Of denk je, daar zitten een bepaalde zaken. Daar moet je gewoon heel goed op letten. En dan komt het helemaal goed. Hebben die aan de horizon al iets gespot? Je zegt van oké, daar gaan wij op inspelen. Die kijken me allebei 3 heel apathisch aan nu. Dus. Wat over zeggen. Het is over gememoreerd. Natuurlijk, iedereen heeft het over internet. Ik denk dat er dat vanuit met name het winkelperspectief wordt natuurlijk over gepraat. Van heeft dat grote invloed? Ik denk wel dat het invloed heeft omdat het verschil tussen de A en de B-locaties zal versterken. Maar aan de andere kant is het nu dus de kans om de link tussen die clicks en de bricks te maken. En de mensen... naar de binnensteden te lokken. Natuurlijk zijn er mensen die graag wat op internet bestellen. Maar er zijn ook heel veel mensen die denken, ja, maar als ik nu alles bestel op internet, dan kan ik niet meer lekker de stad in om een ijsje te gaan eten en een dagje door de stad te wandelen. Dus ik denk dat het elkaar heel erg kan versterken. En ik zie het niet als een hele grote bedreiging. Maar nogmaals, ik denk dat het met name gaat om de flexibiliteit terugbrengen in vastgoed. En niet mono toepassingen vinden voor vastgoed of in functies. Zodat je juist niet... pretentieus bent en denkt ik ga de toekomst voorspellen, want de veranderingen zullen elkaar alleen maar sneller opvolgen, maar dat je erop kan inspelen. Ik bedoel, het voorbeeld is ook Facebook. Misschien over 5 jaar wil iedereen weer 1 vriend in plaats van 500 Facebook vrienden. Wordt nu al gezegd. En ik was toevallig van de week hier bij ABN AMRO op kantoor, waar natuurlijk ook de flexplekken hot zijn en minder betere bezetting van de plekken, maar ondertussen
op de werkvloer zijn er wel weer mensen die hun jasje over het stoel laten hangen. En die laten ze daar een jaar hangen en die zetten al een fotootje neer. Dat toch weer iedereen zijn eigen plekje wil hebben. Dus die verschillende ontwikkelingen die je ziet, kun je vaak niet voorspellen. Dus nee. ik denk dat het ook goed is dat het menselijk contact, is daar dan het blijk van, dat dat ook een belangrijke rol speelt. Ja. Dus je zou weer van een flexplek snel weer kunnen moeten terugschakelen naar een kubelkop, bij wijze van spreken, als daar weer behoefte aan is. Ja. Goed, Monique, hebben jullie nog veranderingen waar we rekening mee moeten houden? Nou, even over die regels, zeg maar. Die regels waar we inderdaad allemaal aan werken. Ik kan er veel over zeggen, maar als ik er eentje uit moet pakken of pikken, dan denk ik dat het fiscale regime is waar nog eens beter naar gekeken moet worden. Als je als belegger ook naar vastgoed kijkt, dan zie je dat vastgoed toch steeds minder waard wordt. Puur vanuit zijn, ja, de grond wordt hopelijk meer waard. En als je goed in het gebouw investeert, in lijn met wat ik net aangaf, dan houdt het zijn waarde. Maar er moet opnieuw geïnvesteerd worden in vastgoed. Er moet na 10, 15 jaar moeten er dingen gebeuren. En ons fiscale regime, vroeger meer dan nu, rechtvaardigt dat niet. We hebben met WOZ-waardes te maken die flink omhoog zijn gegaan door de jaren heen. En afschrijven mag niet verder dan die WOZ-waarde. Dus je creëert daarmee een padstelling, onder andere fiscaal, die het vrij onmogelijk maakt om substantieel te investeren in panden op een natuurlijke manier. Dat is een van die dingen waardoor ik denk dat je vastgoed een langere levensvisie mee zou kunnen geven. En ook minder lege panden her en der ziet ontstaan waar niemand meer een mogelijkheid voor kan bedenken. Simpelweg omdat dat niet meer uit kan, fiscaal gezien. Financieel dus ook. Dus dat is een van die regels. Nou ja, een andere is, maar Karakous en een paar anderen vandaag spraken daar ook al over, dat de ongebreidelde groei in elke gemeente die concurreert met de andere gemeente, dat is denk ik ook iets waar toch een centrale functie van de overheid paal en perk voor zou moeten gaan stellen. En mind you, ik haat regels, maar ik kan me wel voorstellen dat dit ergens een heel goed begin zou zijn, waardoor misschien heel veel andere kleine regeltjes afgeschaft zouden kunnen worden. Goed, nog iets toe te voegen? Moet niet per se hoor. Nee, ik denk ook inderdaad dat stukje beperking en voorkomen dat steden uithollen, maar juist door het steeds naar de buitenkant te gaan, maar juist terug te zetten, te gaan naar die binnenkant. En ook veel meer multifunctionele gebieden te doen die inderdaad verschillende functies hebben en aantrekkelijkheid houden, dat een absolute trend is waar we heen moeten. Ook omdat je gewoon ziet, en ook als je de cijfers bekijkt, dat de demografische ontwikkeling van dit land gewoon eindig is en een omgekeerde beweging gaat maken dan de afgelopen jaren. Dus dat maakt gewoon dat je heel goed moet nadenken over hoe concentreer ik mijn economisch potentieel op een zodanige manier dat ik aantrekkelijke gebieden en steden hou. Oké. We zijn in het lopen op het schema. Dat is altijd een beetje wat we proberen te doen. Ik had nog een aantal dingen voorbereid, maar dat hoeft natuurlijk niet per se. Want het is natuurlijk ook een mooi moment. Kijk, hier is een gouden ei als een tip. Maar we hebben eigenlijk al heel veel besproken. En dit is het vraagteken waarin eigenlijk de zaal... We hebben een heel open, kwetsbaar panel hier. Die eigenlijk alles wel willen bespreken en beantwoorden. Dus ik hoorde net toen ik achterin zat, heel veel mensen zeggen, oh, ik zou dit nog wel willen bespreken. Of ik mis eigenlijk dit in de discussie. Ik zal de mensen niet noemen waar ik net bij in de buurt zat. Maar dit is de kans, hè. En straks sta je bij de borrel. Ja, en dan weet je hoe dat gaat. Dan kom je er niet meer aan toe. Dus zijn er nog vragen uit de zaal? Ja, er is een vraag. We hebben geen microfoon, dus je moet gewoon gillen. Ik kan het wel herhalen voor je. Ja, dat is goed. Ik ben van Fresh, een studentenorganisatie in vastgoed. Dus eigenlijk ook wonen bij Next Generation. Mijn vraag is, een aantal jullie zijn ook naar het buitenland geweest, of het ervaring hebben gedaan. In hoeverre zijn het hele kleine problemen waar wij hier in Nederland mee te maken hebben? En hoe wordt internationaal nu gekeken naar Nederland? Nou, dat is voor mij een hele heldere, goed verstaanbare vraag, toch? Ja. Ik zie iemand knikken, dus dat klopt. Nou, internationaal denk ik is Nederland toch niet een van de meest in het oog springende markten, helaas. Ik heb een tijdje in Londen gezeten, inderdaad. Ik heb veel aangekocht voor institutionele partijen in die tijd. Het werd een beetje gezien als second of third best. En die situatie is volgens mij niet beter geworden, want dit was in de hoogtijdagen. Het feit dat wij steeds transparanter aan het worden zijn, maakt ons wel nog steeds in beeld bij die partijen en houdt ons in beeld bij die partijen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk ook wel dat er een kentering
weer kan komen daar waar ook andere landen om ons heen met vergelijkbare problemen komen of zijn komen te leven, wil ik eigenlijk zeggen. Maar je zult dat toch beperkt blijven zien tot een paar echt sterke ontwikkelingen. En dan denk ik aan hier Amsterdam, de Zuidas, Rotterdam. Misschien eigenlijk gewoon de Randstad as such en niet de plekken als Zwolle en elders, waar met name internationale partijen nog een aantal jaar geleden wel naar keken. Dat gaat denk ik niet meer gebeuren. Pas, jij bent inmiddels ook een man van de wereld, toch? Ja, maar wij zijn met name bezig met het zelf investeren in het buitenland. Oké. Okay. Dus ik weet niet of daar nog wat aan wil toevoegen. Ik zou wel nog iets meer willen inzoomen, want dat is volgens mij de reden waarom wij hier zitten. Van, er is afgelopen 10 jaar heel veel gebeurd. Nu zitten we in een moeilijke periode. En hoe gaan we daarmee om? Gaan wij die puinhopen opruimen of niet? Of hoe gaan we dat doen? Volgens mij is dat ook een beetje het thema van de dag. Ik denk dat wij de snelle veranderingen zullen zich blijven opvolgen. De financieringsmarkt zal nooit meer hetzelfde worden, daar hebben we het over gehad. De transparantie, als beetje ingeleid als thema van de dag te wapen, is iets waar wij bijvoorbeeld met COD als ontwikkelaar heel erg op inzetten. Dus wij, ik denk dat er een wantrouwen is, niet alleen tussen overheid en markt, maar ook tussen marktpartijen onderling. En met de problematiek die er nu voor ligt, is het niet meer zo makkelijk geld verdienen. En uiteindelijk zijn er ook een hoop mensen hier aan bezig die best durven toe te geven dat ze graag geld willen verdienen. Dus je zal veel moeilijker die moeilijke vraagstukken met elkaar dat wantrouwen moeten wegnemen. Door bijvoorbeeld, wij zullen dat als open source developer doen. Dat wil zeggen, de kaart op tafel. Dus je kan veel makkelijker inzicht krijgen in de risico's en dus ook makkelijker de rendementen verdelen. Er zijn de traditionele vastgoedfinanciering, daar zullen veel meer partijen in de toekomst bij betrokken worden, denk ik. En ik zou graag zien dat er veel meer echte first movers, dus niet alleen mensen uit het vastgoed, maar juist daarbuiten, die echte wereld in beweging trekken. En dan heb je dus inderdaad over de Facebooks of de Zara's of wat dan ook, dat die veel meer betrokken raken bij de toekomstige ontwikkelingen en die integratie van vastgoed. Het zou mooi zijn als we in ieder geval over 10 jaar hier weer zaten en dat er ook meer partijen van buiten het vastgoed aanwezig zouden zijn. En volgens mij is dat alleen te bereiken door echt die openheid. Er ligt problematiek bij heel veel institutionelen die met boekwaarden zitten en niet kunnen afschrijven. En volgens mij is de tijd aangebroken voor kleinere creatieve organisaties om die problemen al dan niet gedelegeerd op te pakken en en daar creatief mee om te gaan. En ongetwijfeld zullen ook heel veel dingen niet veranderen in het vastgoed. Het ligt opportunisme wat in niemand vreemd is. En aan de andere kant het willen maken van mooie dingen die mensen raakt. En dus eigenlijk de meest toegankelijke vorm van kunst nog steeds presenteren. Maar die transparantie en die samenwerking en integratie van verschillende disciplines maakt de markt denk ik veel flexibeler en weerbaarder tegen de volgende crisis. Oké. Okay. Zullen we nog een vraag doen? Ach, kijk nou zeg. Ja. Ik vraag me af, het grote afwaarderen, de Wallet Debt, die olifant. Kijk ik even naar het panel, naar de professor in ons midden. Moet dat nou in schilletjes gaan, zoals die meneer opperde, of moet dat gewoon in één keer, zoals dat in de Verenigde Staten of in het Verenigd Koninkrijk gegaan is? Zullen we het panel eerst doen? Ja. Kijken of ik nog een fout kan vinden. Nou ja, het liefst hoef je niet af te waarderen natuurlijk, maar je moet daar wel reëel naar kijken. De schilletjes helpen wel door de jaren heen om het jaar voor jaar, als dat zo nodig is, te kunnen nemen. Om een gezonde bedrijfseconomische basis te houden in je bedrijf om wel verder te werken. Tegelijkertijd denk ik dat je met goed beheer, eindeloos geduld en hard werken dat heel erg in toom kunt houden. Getuigen onze portefeuille, waar we heel beperkt hebben hoeven afwaarderen. De andere kant van het verhaal is dat als het moet, en het moet soms, dan moet je het gewoon doen. Ik heb het nu over gebouwniveaus. We hebben gewoon ergens hier niet zo ver vandaan een gebouw van 35.000 vierkante meter gesloopt. Simpelweg omdat we er echt geen toekomst meer voor zagen. Maar ook dat kan je alleen maar doen indien je het bekijkt in een portefeuille breed perspectief. Waar je hem dan neemt dat verlies even. Dat is dan een flinke poot van de olifant. Maar zo moet je wel werken. En volgens mij is dat wel nodig om op die manier te blijven kijken naar vastgoed. Ja, ik ben het daar ook wel mee eens. Dat, in basis is denk ik korte pijn het beste. Maar er zijn natuurlijk een aantal momenten, dan moet je het je wel kunnen veroorloven. En er zit natuurlijk een x-aantal punten dat niemand nog echt die in één keer die olifant wil eten. En dat leidt dan soms tot hele rare situaties. Dat er misschien panden of dingen in stand worden gehouden.
waarbij je eigenlijk zegt, ja, dit is een kansloos verhaal. Maar, en dat er misschien zelfs oplossingen die dan op snellere termijn liggen in de weg worden gezeten. Maar als uiteindelijk iemand zich niet kan veroorloven en we met elkaar besluiten dat dat dan misschien dan toch nog de beste weg is, omdat er nog een soort hoop is, of dat de geleidelijkheid misschien dan een overlevingskans biedt, dan wordt dat toch de weg die als dan gekozen wordt. Maar in basis ben ik zelf voor korte pijn. Ja. Ik ben ook voor pijn. Ja. Ik hou niet van schilletjes, zeker niet op dit soort onderwerpen. Ik denk eerlijk gezegd, als we terugkijken de afgelopen 25 jaar, heb je dezelfde systematiek kunnen gebruiken om snel met een bar de opwaardering te kunnen berekenen. Als we diezelfde systematiek nou zouden gebruiken voor de neerwaartse markt. En nu ze beginnen te kijken naar elkaar en andere systematiek proberen te verzinnen. Gewoon hard blijven in die zin. Dat doet pijn en er zullen zeker consequenties zijn. Maar het is niet verstandig om elkaar nog voor de gek te houden. Maar Dirk, het gekke is wel, als je gewoon naar taxaties kijkt. Ik heb het even nu niet over afwaarderen, maar meer gewoon de volatiliteit van waarden. En het is nog steeds zo dat het simpelweg korter worden van een huurcontract, jaar voor jaar. Het over 10-jarig contract, bijna 1/10 van de waarde zou vanuit een discounted cashflow model afgaan van de waarde van het gebouw. Simpelweg omdat het contract dus korter wordt. Even niet rekening houdend met de positieve markthuurprijsaanpassing na afloop van die periode. Ja, dat is natuurlijk hartstikke jammer. Zo kun je niet werken. Ik bedoel, ik geloof niet dat mijn kantoorgebouw minder waard wordt, simpelweg omdat het contract een jaartje korter wordt. En daar zou je ook wat meer stabiliteit, een andere kijk van mogen verwachten, vind ik. Als keerzijde van harde pijn nemen als het echt nodig is. Nee, zeker. Ik denk dat bij huurcontracten die lopen, is dat een ander probleem. Er kunnen nuances liggen. Maar als er leegstand is, is het volgens mij heel moeilijk vol te houden dat er een latente waarde is die waarschijnlijk niet meer terugkomt. Zijn er nog meer vragen uit de zaal? Ik heb deze kant nog helemaal niet gehoord. Ah, kijk nou. Ik heb een korte vraag. Je hoort natuurlijk heel veel dingen die vroeger gebeurd zijn en die nu gebeuren. Wat ik eigenlijk een beetje... Ja, mis ik kort wel een beetje al deel van Veghel. Wat is eigenlijk de doelstelling die past bij de nieuwe uitdaging? Wat is jullie doelstelling? Van de bedrijven, voor jezelf, is dat financieel? Hoe zie je dat? Ja, dat had ik ook willen doen, maar daar kon ik geen plaatje voor vinden. Dus ik ben blij dat je het nog stelt, die vraag. Dus doelstelling inderdaad. Dat kun je googlen, maar daar krijg je geen foto's van. Onze doelstelling is uiteraard waardegroei van onze portefeuille. En dat is denk ik een gezonde motivatie om elke dag bezig te blijven. Maar ons model legt zich daar een beperking in op. Wij willen dat graag op een gezonde manier doen met een stabiel blijvende verhouding vreemd eigen vermogen. En op die manier groei je gestaag. Daar ga je dan elke dag voor naar kantoor. Goed. Ik heb eigenlijk een persoonlijke doelstelling dat ik vooral... lol wil hebben in wat ik doe. En dat is misschien wel de meest basale drijfveer die ik heb. Ik wil lol hebben in wat ik doe en dat wil ik ook blijven houden. En om dat te kunnen doen, wil ik bezig zijn met dingen die me inspireren en waar ik energie van krijg. En dat zijn meestal de uitdagingen die er vandaag liggen. Als ik vandaag kijk en dan heb ik lol om te kijken hoe kan ik zo'n wild idee als Cradle to Cradle, hoe kan ik dat nou integreren in een model dat ik het ook bedrijfseconomisch kan veroorloven? Ik bedoel, op zich is het misschien best mogelijk om een gebouw te maken waarbij alles recyclebaar is, wat volledig zijn eigen energie oplevert, zijn eigen waterzuiver, et cetera. Ik bedoel, als we 40 jaar geleden iemand op de maan konden zetten, dan kan het vandaag ook technisch gezien best wel, maar kan ik het ook binnen een economisch model krijgen. Daar zit een echte uitdaging. Dus mijn drijfveer is, ik wil lol en uitdaging hebben in mijn werk. Ik vind dat er enorme berg uitdagingen liggen op het ogenblik in de markt om op uit te leven. En ik vind het leuk om dat met een klein compact team te doen. En met heel veel brainpower te kijken, kunnen we oplossingen vinden voor die dingen die ons bezighouden. Dus dat is mijn drijfveer. Bas, je krijgt de famous last words. Nou ja, gezond blijven. Hè? Nee, maar het is. Ik denk dat de doelstelling waarde toevoegen is natuurlijk een algemene doelstelling die je als bedrijf al mag hebben.
Ik vind het veel belangrijker om een breed perspectief te houden. Dus niet vast te staren op van nou, ik wil komende zoveel jaar zoveel kantoren of zoveel woningen of wat dan ook doen. Dus daar doe ik ook op met die flexibiliteit. Dat is volgens mij ook een van de problemen die bij de crisis aan het licht kwam. Is dat mensen vinden het heel moeilijk om even niks te doen. Of om even pas op de plaats te maken. Want je wilt toch bezig blijven en zaken doen en interessante verhalen hebben. Terwijl de mensen die toch op het strand zijn gelegen 3 jaar geleden, die hebben volgens mij het beste gedaan. Maar die zijn er nu ook. Ja, die liggen er nog steeds. Zijn die lege stoelen hiervoor? Maar wij willen vooral zeker geen weggooiproducten maken. Dus als we iets bouwen, en dat hoeft geen nieuwbouw te zijn, liever zelfs uit bestaande bouw transformeren. Dingen die iets toevoegen, dingen die in ieder geval liefst binnenstedelijk onderdeel worden van een stad. Ontmoetingsplek van mensen zijn. En dingen waar je trots op kan zijn. En een paar snelle deals kan iedereen maken. En die zullen er ook altijd zijn. Maar je wil dingen doen die die goed gevoel geven en die inspireren op creatief en op financieel vlak. Goed gevoel, plezier en waarde. Volgens mij zijn we klaar, Wapen. Dus jij ging volgens mij afsluitende woorden spreken. Dus wij gaan weg. Dank u wel.